De samenwerking tussen de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM en de vliegmaatschappij TUI loopt gestaag. De onderdirecteur commerciële zaken van de SLM, Clyde Cairo, deelde dit afgelopen woensdag mee op de persconferentie van de SLM. Volgens hem is samenwerking met de vliegmaatschappij TUI in het boekjaar 2017-2018 aangegaan. Met het doel bevorderen van toerisme naar Suriname en het bevorderen van vervoer van familie en vrienden. En vooral de witte toerist richting Suriname krijgen. Volgens Cairo is de hele toeristische branche betrokken bij de samenwerking met TUI. We hebben ook afgesproken dat wij, wat de tarieven betreft van de Mid-Atlantische operatie, wij zelfstandig opereren. Omdat wij toch wel onze handen vrij willen hebben om commercieel bezig te zijn. En dat geldt voor ons en dat geldt voor TUI. In die samenwerking neemt TUI stoelen bij onszelf tegen een bepaald tarief. En in het hoogseizoen vliegt TUI ook één keer in de week, waarbij wij het merendeel van de stoelen afnemen. Cairo gaat verder aan dat het kan voorkomen dat de bedrijven in een bepaalde periode niet dezelfde tarieven hebben. Het zou kunnen zijn dat TUI op een gegeven moment goedkoper is dan de SLM, maar ook omgekeerd dat wij goedkoper zijn dan TUI. Dus dat is van tevoren afgesproken vanaf het begin. En partijen hebben dus aangegeven dat er een aantal stoelen wordt afgenomen. En dat zij dus verantwoordelijk zijn voor hun eigen exploitatie daarvan. Wat we hebben gezien is dat inderdaad wat meer toeristen richting Suriname komen, zoals dat de bedoeling was. Echter zien wij ook in de praktijk dat er wat stagnatie is, omdat het ook de bedoeling is dat de toeristische sector zou investeren in toeristische faciliteiten. Helaas zien wij dat dat stagneert. Waarschijnlijk ook vanwege de economie. Wij zijn dus nu in een evaluatieproces waarbij wij de samenwerking wederom evalueren met TUI om na te gaan als wij zo doorgaan of op andere voet. Alus Clyde Cairo, hij benadrukt dat de toeristen zelf bepalen welk pakket ze zal kiezen. Wanneer ze op reis gaan, en in het geval van Resident Inn, bleek dus dat ze niet voor dat hotel hebben gekozen.